Go to Brussels. Molenbeek? I'm in the jihadi capital of Europe. Where the whole districts have become no-go zones. I was in Brussels a long time ago. Everybody there is in a burqa. It's like living in a hellhole right now. Trump, don't let America become like Brussels. And you know what? I'm sure that he won't. Brussel. Hellhole? Hell no. Fuck die Trump. Check hier. Het Justitiepaleis. Ik hoop dat je daar enkele belandt als toerist. Oh yeah! Zeg meneer, u weet ook dat Justitiepaleis groter is dan Sint-Pieter-Basiliek in Vaticaan? Ah, nee, dat wist ik niet. Amai. Trek maar wat extra foto's, hè. Ga ik zeker doen. Atomium, de Grote Markt, de Zuidtoren, Basiliek van Kokkelberg. Wat een geweldige stad is deze eigenlijk. Maar Brussel is meer dan monumenten alleen. Brussel is diversiteit, superdiversiteit. Niet waar, Legia? Ja. Welcome to Brussels, baby. Zoals hier in de Marolle, een echte volkswijk met meer dan 100 nationaliteiten, de vlooienmarkt, kunst en antiek. Zelfs de honden zijn hier antiek. €4.500. Ik denk dat de prijzen hier ook nog antiek zijn. Belgische frank. Een antieke iPad. Ga op zoek naar het kunstwerk van Pieter Breugel. Hij wordt nog steeds gezien als een grote meester. Neem een originele foto met het standbeeld. Dat weet ik zijn. En die iPad, die is van mij. Daar is hem ze, de Breugel. Homies for life. Oh yeah. Oh yeah. Ciao groepies. Dag. Voilà, kijk, Brussel, veel meer dan een hellhole. Fantastische stad, geweldige mensen, superdiversiteit. Voor jullie om te ontdekken. Bam. En deze, dat zijn geen vandalenstreken, hè? Dat is gewoon mijn gewicht.